Veel mensen hebben nu natuurlijk corona gehad. Ja. En die zijn erachter gekomen dat het misschien toch niet zo heel erg was. Of in ieder geval voor hun niet. En dat betekent dat voor jongeren buiten risicogroepen er geen enkele reden is waarom ze zich opnieuw zouden laten prikken. Nieuws. Nou, volgende week is eindelijk zover. We mogen weer vaccineren de zoveelste ronde van de booster. Ben je er klaar voor? Nee, ga ik niet doen. Niet doen? Nee. Waarom niet? Deze keer niet van plan. Nou, vorige keer gedaan en het beviel me toch niet zo heel erg. Ga ik echt niet meer doen. Nou, waarom niet? Om daarom niet. Dat gezeur met die corona. Ja, goed even lekker prikken. Ja, dag. Ze prikken me ergens anders in, maar niet in mijn. Nee joh, ik heb wel één booster gehad, maar ik wil het hierbij laten. Maar waarom? Ja, daarom. Het land is al maanden open, maar toch wordt er opgeroepen om weer te gaan vaccineren. Waarom? Nou, corona is niet weg en corona gaat gewoon terugkomen. Bij de volgende griepgolf zal er ook corona zijn. En daar worden mensen ziek van. Dus je kunt je afvragen of je mensen die heel kwetsbaar zijn voor corona, of je die zou willen beschermen. En de vraag is dan hoe. En de afgelopen 2 jaar hebben we dat op heel uiteenlopende manieren gedaan. Medisch en niet medisch. Hè. Dus we hebben allerlei maatregelen gedaan. Maar we hebben ook gevaccineerd. En ondertussen zien we dat daar ook schade door is ontstaan. En dat moet geëvalueerd worden. Hoe groot is die schade? En wat is de risico versus wat het opbrengt? Hoe is die analyse? En die analyses zijn tot op heden niet gedaan. Dus om nu door te gaan op het oude patroon, dat zou ik echt ontraden. Nou ja, ik had gevaccineerd om op vakantie te kunnen gaan. En vervolgens mocht je dus sowieso op vakantie. Met of zonder vaccinatie. Volgende week is weer zover. Hoeveel hebben jullie er ondertussen al gehad? Ik heb er zelf wel 2 gehad. Ik één eigenlijk. Ik 1. Ga je dan volgende week voor de 3e en de 2e? Nou, hoe meer spuiten, hoe meer vreugd, zeg wat uit. Ben ik dan ook toevallig een beetje immuun voor chlamydia? Of is dat, valt het dan niet? Het werkt echt alleen tegen corona. Nee, ik denk dat ik even oversla. Waarom? Ja, ik heb al zoveel boosters gehad. Hoeveel heeft u er al gehad? Ja, 3 of zo. Wat we nu als een duidelijk patroon zien, dat de mRNA-vaccins voor jonge mannen een vrij grote kans op hartspierontstekingen geven. Ja. En nou, dan gaat het er dus om. Levert het voor die groep ook iets op? En eigenlijk kun je zeggen nee, want dat is vrijal gewoon een gezonde jonge groep. Dus de kans dat zij zelf ernstig ziek worden door corona is vrijwel nihil. Dus zij, ja, voor hun weegt het niet op, maar ze lopen wel een extra risico. En dan kun je zeggen van ja, maar je doet het voor de ander, hè? Nou, dat weten we van vorig jaar al, dat het helaas niet goed beschermt tegen het overdracht van ziekte. Dus ik hoef me niet te vaccineren om jou te beschermen. Dat is, zou ik haast willen zeggen, een feit. Ben je blij dat je de vorige keer bent gevaccineerd? Ja. Ik wil gewoon wel zorgen dat ik niet andere mensen ziek maak en dat soort dingen. Want dat werkt dus niet, hè? Dat werkt niet tegen andere besmetten. Ja, dan ben ik gewoon blij dat ik weer shit in mijn lichaam heb gedouwd. Hoeveel heb je er al? 3. Nummer 4 volgende week. Ja. Je gaat er wel weer voor? Ja, zeker. Een hoop mensen die twijfelen, kan je dat begrijpen? Niet echt eigenlijk. Gewoon doen. Begrijp je dat mensen toch overwegen om het niet te doen? Natuurlijk. Want ik overweeg zelf ook om het niet te doen. Ja. Ja. Veel mensen hebben nu natuurlijk corona gehad. Ja. En die zijn erachter gekomen dat het misschien toch niet zo heel erg was. Of in ieder geval voor hun niet. Ja, veel jongeren die hebben nu zoiets van ja, er komt weer een nieuwe vaccinatieronde aan. Wat moet ik nou? Moet ik het nou wel of niet doen? Wat is het advies? Nou, volgens mij is het advies, wacht de onderzoeken af. Vraag de overheid, vraag je arts om die risicobatenanalyse. En kijk naar wat het risico voor jou is om ernstig ziek te worden. Is dat risico heel hoog? Ja, dan kan je het overwegen en ga dan in goed overleg. Want welk risico wil je nemen? Want of misschien een risico op ernstig corona, als jij een risicogroep bent. Of het risico op een bijwerking. En daar mag je zelf in kiezen. Dus volgens mij moeten we wegblijven van dwang, wegblijven van drang. En mensen oprecht, onafhankelijk, goed voorlichten. En dat betekent dat voor jongeren buiten risicogroepen er geen enkele reden is waarom ze zich opnieuw zouden laten prikken. Nou, vond je dit nou ook zo'n leuke video? Vergeet dan vooral niet eventjes te laten weten hoe leuk je hem vond. En even een like achter te laten. En even te abonneren. En hem even te delen met iedereen om je heen. Abonneren doe je trouwens hier.